Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Savervoort. En ik heb weer een nieuwe weekvlog en mijn camera is bijna leeg. Shit, het is vandaag maandag. En het is kapot mooi weer. Ik heb dit topje aan van Shine, van de shopvlog. En deze nieuwe rok ook. En ik ga de hele dag school zitten, want ik heb vandaag een deadline. Het is super lekker weer. En ik zie dus echt dat ik mijn camera moet opladen, want het is bijna leeg. Ik ga denk ook even de weekvlog editen van vorige week. En die online gooien. Voor woensdag. Het is echt mega lekker weer en ik moet binnen aan school zitten. Morgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. I'm so sorry, maar gisteren heb ik een fucking grote deadline gehad. Ik heb hem ook niet gehaald. Ik heb alleen maar school gezeten, maar ik heb niet eens gehaald. Dus het heeft uiteindelijk niks geholpen. Ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik ga gezellig wat lunchen en ik ga daarna in de piep aan school zitten. Want ik heb nog heel veel meer deadlines deze week. En daarna heb ik eindelijk vakantie. En ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Maar jongens, besef, het is echt 25 graden of zo. Dus ik heb lekker dit jurkje aan van de shoplog. Ik heb trying to fade my hair, maar het is een beetje mislukt. En ik heb deze, schoenen aan van de shoplog. Oh, lekker man. Nou, ik zit nu op school. Ik ben echt 100 jaar niet op school geweest. Je gaat niet lachen. Ik ben echt fucking lang niet op school geweest. Echt fucking raar. Maar ja, ik ga nu proberen aan school te zitten. Ik hoop dat hij er wel lukt, want thuis lukt het voor echt voor hem eten. So, wish me luck. Zo jongens, het is inmiddels 11 uur of zo. Het is al 12 uur. Ik ben nu thuis en mijn camera is bijna leeg. Maar ik ben echt nu pas thuis. Ik ging gezellig lunchen vanmiddag in bij Loetje. Echt heerlijk, lekker club sandwich gezeten. Lekker aan het water, super lekker weer. Toen ben ik naar school gegaan. Voor het eerst in maanden ben ik gewoon naar school gegaan. Echt bizar gewoon om daar weer te zijn. Het was zo raar. Het was echt leeg en stil en zo. En daar heb ik even aan school gezeten. Want thuis lukt het niet. Ik ga sowieso een deadline skippen. Want dat gaat er gewoon niet meer worden. En dan ga ik de rest proberen in te leveren. Toen kwam ik opeens toevallig in gesprek met een oud collega. En toen ben ik gezellig met een oud collega gaan avondeten. Lekker gaan dineren. Bij... Maar hoe heet het ook alweer? Een Italiaans restaurant in ieder geval. Super lekker. Echt fucking lekker gegeten. Er komen weer allemaal muggen binnen. Maar echt heel erg lekker. En daar gingen we ook lekker wijnen. En uiteindelijk zat allemaal scrapino's op. Dus ik heb me gaat bijna uitvallen. Was heel gezellig. Top dag. En ik ben nu pas thuis. Dus ik ga lekker slapen. Dat is echt... fucking mooie dag. Het was gewoon 25 graden. Het was wel echt leuk om lekker weer in Amsterdam te zijn. Ik had Amsterdam leven echt gemist. Maar was ik echt elke dag in Amsterdam. Overdag op school en weekend uit. Maar door de week op school en weekend uit. Maar ik had echt gemist. Echt fucking leuk om gewoon weer even lekker te zijn. Ik ga slapen nu. Love you. Bye. Good night. Oeh, dat is vies. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is alweer 12:30. Want deze dag ging niet zo heel soepel van start. De video, de weekvlog zou om 10 uur natuurlijk altijd online komen. En het staat dus net pas online. Want ik heb 500.000 miljoen woedeaanvallen gehad. Want de beeld wilde gewoon niet importeren. Ze deden het gewoon niet. Ik heb er genoeg over gepraat. Ik wil er niet meer over hebben. Hij staat online. Dus dat is top. Ik ga nu... Ik heb net ook even een coaching. Maar ik ga nu ook even... wat is mijn bedvries? Het is nog verschoond. Ik ga nu even aan school zitten. Koffie drinken. Want I need some coffee. En ik heb dit aan. Het is zo bizar mooi weer, jongens. Het is echt fucking heet.
Dus ik heb lekker een bandeau top aan. Lekker luchtig. Ik heb haar ook een beetje gefeund en dan een beetje opgemaakt. En het rokje van de shoplog van Shein. De top is van de ASOS. Ook van een shoplog. Och, en ik moet echt koffie hebben. Oh my god. En mijn laptop is trouwens 500 keer vastgelopen. Dus ik word er helemaal gek van. Ik moet even wat dingen verwijderen. Want het ding staat ook helemaal vol. Maar ik werk nu meestal met iMovie. Of soms met Adobe Premiere Pro. Wat ik zeg maar van school heb. Maar Adobe Premiere vind ik eigenlijk net te ingewikkeld om mijn video's te editen. En iMovie is eigenlijk weer net te weinig om met wat ik wil. Maar ik zit dus aan te denken om Final Cut Pro te kopen. Het is wel €330. Maar ik heb het vaker gehad. Ik heb het eerst illegaal gedownload. Maar dat staat nog op mijn iMac, mijn computer. En die gebruik ik nooit meer. Maar ja, het is wel veel geld. Maar het is wel echt chill. Maar ik ga koffie zetten. Ik heb gewoon koppijn omdat ik gewoon geen koffie heb. Ik ben echt verslaafd volgens mij. Volgens mij, als het stel is, zeg maar, als je gewoon koffie drinkt en je krijgt een koppijn, is dat een verslavingsverschijnsel? Mag ik niet open. Ik weet niet of ik verteld heb wat ik vandaag trouwens ga doen, maar ik ga zo van school. En ik moet even vanavond. Jezus, wat zeg ik allemaal? Ik moet vanavond gaan werken. En morgen ga ik de hele dag varen. Morgen wordt het echt 30 graden of zo. We hebben geen melk meer. Huh? Ik heb wel nog melk. Maar ik heb dus ook nog één grote deadline waar ik nog niks voor heb gedaan. En ik denk dat ik die gewoon ga skippen. Want ik heb gewoon geen zin meer in, geen motivatie. En ik ga het never binnen vandaag en vrijdag afkrijgen. Dus weet je, fuck it. Ik heb gewoon geen zin meer in. Het boeit me ook gewoon niet meer. Normaal ben ik echt niet zo, hè. Ik ben echt goed bezig met school altijd. En ik haal altijd alles. En weet je, daarom, ik kan het ook wel gewoon hebben. Maar we gaan het wel zien. We gaan het allemaal wel zien. Ik doe echt gewoon alsof, het is nu ook zomer, maar het is echt zo heet. Echt geweldig. Nou, het zit me allemaal niet mee. Ik moest net dus iets opnemen voor een schoolopdracht. En ik ben er letterlijk gewoon 1,5 uur mee bezig geweest met een filmpje van 3 minuten. Omdat het gewoon niet werkte. Het nam gewoon niet op. Ik weet niet wat het is. En het is verschrikkelijk mooi weer. En ik zit alleen maar binnen. En ik heb ook nog niks gegeten. Het is gewoon al 2:45. Maar ik heb gewoon nog geen eens tijd gehad. Oh mijn god, het is gewoon een hittegolf. Het is echt niet normaal mooi weer, maar ik ga niet echt in de tuin liggen of zo, want ik moet zo werken. Mam, waar ben je? Oh daar, het is zo heet. Nou, ik ga wat eten, want ik heb nog niks gegeten. Even kijken wat ik kan gaan eten. Oh. Het is gewoon al 3 uur. Ik heb gewoon nog niks gegeten. Omdat ik gewoon letterlijk de hele dag bezig ben geweest met allemaal dingen fixen. Echt, ik haat deze dag. Ik haat deze week. Het is echt gezeik alleen maar. Oké, het is bijna 4 uur. Ik moet zo werken. Ik ga wel vast naar mijn werk fietsen. Want het is zo heet. Ik denk als ik hard ga fietsen dat ik flauw val. Maar ik ga even omkleden. Want ik kan het natuurlijk niet aandoen. Oké, het is inmiddels alweer 10 uur. Ik ben terug van werk. Ik heb helemaal een zweethoofd, want zo heet. Ik ga nu ook even een stukje varen met Isabel. Ik moet even wat bestellingen brengen, maar ze komt volgens mij als het goed is hierheen nu. Dus, ja. Het is echt niet normaal heet. Ik moest bezorgen en het is zo heet in die auto. Oh my lord. Maar ja. Nou, ik ben mijn zus! Hallo! Ik dacht dat het schreeuw was. We gaan dus nu bij een jongen kijken. Ja, we zagen, ik zeg maar, toen ik mijn werk uit fietsen, zag ik een jongetje. Al heel raar, we kennen hem, want hij woont bij ons in de buurt. En hij is een beetje raar. Maar ik zag hem al een beetje lopen hier. Ik dacht, wat ben je aan het doen? En hij loopt hier dus nog steeds. Dus we gaan even vragen of het allemaal goed gaat. Ja, ik. Maar wat. Oké, even kijken waar die is. Ja. You were mine, my boo. Oh, maar wat moeten we zeggen?
Maar wat moet je zeggen? Ja, even kijken waar die doel is. Maar ja, het is heel raar als jij als kleinkind zijnde hier om 10 uur 's avonds ja, een rit zit rond te zwerven. Dat klopt niet. Ja, niet. Oh, de lucht is echt mooi. Op beeld. We gaan die jongens zoeken. Oh, maar ik vind het wel zielig. Want oh, mij... daar loopt hij. Oh. Maar moeten we... Maar dat is raar, want ze zitten gewoon een beetje achterna. Ja, wat de fuck moet je zeggen? Hé, hey, gaat alles goed? Nou, ga er eens heen. Wat durf je dat te vragen? Nee man, ik vind het... Ik ben niet naar huis geweest. Nee. Want als je op het landspad is echt ver hier vandaan. Ja, dat is echt wel een half uur lopen. Ja. Okay, en dus... ik was om 9 uur klaar met werk. Anders moet jij zeggen van, hé, hey, ik zag je net al. Haat mezelf. Nee, we hebben weer burgers zitten bestellen. Jongen, ik heb net nog avond gegeten. We hebben net gewoon een crispy chicken. Morgen. Allebei een crispy chicken. Die zonnebril, het is donker hier. Ja, maar ik zie er niet uit. Ik heb allebei een crispy chicken en een medium friet. Ja. Het is gewoon 17 euro. We hadden gewoon een cheeseburger moeten nemen. Dus moeten we nou weer een crispy chicken. Waarom? Voor wat? Het is allemaal weer duur. €6 dit is, voor één burger. Ja, dit is gewoon ons. Dit zijn wij. Ik word zo scheidsziek van ons. Mini mukbang. Ja, holy mokers. Holy kaulo. Oh! Ja, doe even scherp staan dan. Oh, ik zie hier echt niet uit. Nou, hij wil niet scherp staan. Dit is toch een burger? Dit is niet normaal. Dit is zo lekker en ik heb net avond gegeten en dan ga ik dit gewoon eten. Het slaat nergens op. Hoe eet je dit normaal dan? Deze hebben we ook een keer genomen de laatste keer dat de Mac open was. Leuk. Ja, zeg maar voor corona. Wist je dat nog? Even proeven. Oh, dit broodje is... Ik vind alleen... Er zit een barbecue saus ook aan. Een soort chili saus zit er ook op. Die kip. Het leven begint steeds meer normaal te voelen. Ja. Eindelijk. Laten we hopen dat er over een half jaar een vaccin is. Mm-hmm. Zeiden ze dat? Nou, oma zei dat. Dat ik had gehoord. Echt? Ze hopen. Ze zijn ermee bezig, hè? Ze hebben er misschien al bijna een. Officieel kan een half jaar duren, maar ze hebben wel al iets, zeg maar. Mm. Beter. The best fries in the world. Waarom zat hij uit zo'n gang? Het blazen. Wat doen wij, Saar? Ja. Waarom? Waarom kunnen we niet gewoon even een klein cheeseburger nemen? Nee. Maar... Wij kunnen niet gewoon even een klein kipnuggetje of even een klein cheeseburger. Nee, het hele menu. Met de dikste burger die er te bestellen is. Ja. Hoeveel calorieën is dit zo? Nee, ik voel het niet zo aan. Wel lekker muziek. Oh, het staat er nu op. Dat is heel slim. Sowieso is van 1500. 500 denk ik. Nou. Ja. Maar we gaan wel de 10K challenge doen. Toch? Als we dit al doen, dan kunnen we het goed de 10K challenge doen. Ja. Zo? Ik vind die van mij nog mooier. Zo. Ik kwam net uit de jaren 50. Hey. Ah, ik doe het er niet aan, maar. Echt? Oh nee. Komt hij nou terug? Nee. Nee. Nee, ik ben hier niet. Het is niet mijn auto. Oh nee. Nee. Oh wat, hij is in zijn eentje. Oh nee. Nee. Hoi. 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 Hoe is het? Goed. We zijn hier aan het vloggen of zo. Ja. Meen je dat nou? Ja. We hebben een YouTube kanaal. Ja. Wie ben jij dan? Sarah. Sarah van hoe? Sarah van Woord. Ik ga gelijk zoeken hoor. Leuk hè? Ja, zeker. Ik ga gelijk abonneren. Echt? Hey. Nou, wat leuk. Ik heb weer een abonnee bij.
gezellig. Leuk, hé, hey, smakelijk namelijk. Ja. Dankjewel. Heb je dat ook gegeten? Ja. Wat heb je gegeten? Ik heb een quarter pound in mijn menu op. Oh, lekker. Lekker. Ja. Nou, ik heb net nog avond gegeten. Ik ga het nu alweer eten. Ja? Ja, het staat nergens op. Ik heb nog niet gegeten, ik kwam net van mijn werk. Ik heb even snel, snel onder de douche gesprongen. Ja. Heel even op bed gelegen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik wel even wat gaan eten. Ja, nou moet je wel de vlog checken volgende week. Dan zit je erin. Nee. Wel? Ik ga dit erin doen hoor. Ik vind het best. Geen probleem voor mij hoor. Nee. Zolang ik niet in beeld kom. Nee. Nee. Ik weet niet in. Maar dit mag er best wel in. Maar jij woont wel in Alfa? Echt. Ja. Nee hoor, nee. Van ik geen. Oh, wow. Maar heel veel mensen zeggen, ik ken wel de aard, maar niet langer daar. Ja, omdat de aard al groter is. Oh, ik hoef het niet meer hoor. Nee. Wil je nog friet? Nee hoor, dankjewel. Nee, nee. Ik zit vol. Is die camera maar uit? Ja, dat is 8 minuten als ik zie. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is 12 uur. En wat ik dus zag is dat de tijden die ik hier onderin zette niet klopt, omdat dat ingesteld zat op de zomertijden. En ik kan dat dus niet veranderen op de wintertijden. Maar nu is het natuurlijk niet vooruit, maar dat snap mijn computer niet. Of mijn bewerkingsprogramma. Dus ik ga dat ook niet gewoon niet meer doen, want het klopt dus niet. Maar ik weet ook niet hoe ik het moet veranderen. Ik heb een bikini al aan. En dan is het gewoon zo'n bandeau top en dan deze rok, want ik ga de hele dag varen. Ik ga eerst koffie zetten en even iets eten, denk ik. En de telefoon moet echt een oplader. Wacht, ik heb zoveel zin om te varen. Gezellig. Ik ben met mijn sessie. Niet met mijn kleding. Oh. Die is wel eens echt, de werkkleding nog aan. Maar we gaan dus lekker varen. En zuipen. Yeah. Oh, ik heb die wijn vergeten. Nee. Terug. Ik moet echt ervoor terug. Zo, scherpe bocht op 360 graden. Oh mijn god, dat was de stoep denk ik. Wat ben je allemaal aan het doen? Jullie hebben geslaagd. Ja. Ik uit voor die auto. Maar. Wat een hoertje. Maar. We gaan lekker de hele dag varen. De hele dag. Niet normaal heet. Ja, gewoon tot het einde van de, tot ik leef. Nou, ik ga even die wijn pakken. Ja, hey, jongens, voor de boot. Ik heb een bril op van Robin. Kijk uit. Kijk uit, kijk uit. Wat ligt hier? Gat, ik wil het wel op horen. Yo, is dat wel? Ben je goed met me staan? Ja. Met me staan. YouTube. Staat die bril? Ik wil het niet eens. Hoe ziet dat nummertje uit? Nou, we zitten hier lekker gezellig. Maak even een mooie shot. Hoe werkt dit? Oh. Nee. Oh, je moet het aan de insmeren. Oh mijn god. Stay hydrated. Ik heb het gewoon heel goed. Stay hydrated. Span. Kijk, zijn sixpack even allemaal. Nee, maar dit hoeft niet. I'm scared to walk away. Ja, dat is echt heel raar. Ja, ik doe echt helemaal niks. Doe het volgen op Instagram. Nee. 20.000. Ik lijk wel wit. Hè? Ja, wat de fuck moet je filmen? Nee, dat gaat niet. Nicole. Nou, dit was het jongens. Doei!
Ik heb een paling daar. Ja, goed zo. Nee. Als je dit vlogt. Je denkt die is ochtends vroeg, hè? Nee hoor. Het is. Godverdomme, 10 uur 's avonds. Opletten, remmen. Het kan nu. Naar links. Waar heen? Jongens, we hebben echt zo'n leuke dag gehad aan de plas. Nee, dit kan je niet vloggen. Waar gaan we heen dan? Even rechtdoor. Zo leuk. En we gaan nu nog bij iemand lekker drinken. Nee, naar links. Bij remmen. Ja, echt een auto rijden hoor. Beter dan jou. Dan wat doe jij? Hoezo? Even kijken of die knaperen zijn. Oh, welke knapen? Knapen. Martin Dario. Tuurlijk niet. Wat doe jij nou? Nu ligt er maar uit. Wat gaan we doen? Ja, ik moet half af even overleven. Ja. Ik wil niet stoer doen, maar ik ga niet. Gaan we naar half van de avondwinkel? Morning. Het is vandaag vrijdag. Het is 10:30 en ik ga lekker naar het strand. Met Isabel en nog een paar vrienden en vriendinnen, super gezellig. Volgens mij is er dus niemand thuis. Ik heb een leuke oranje bikini aan. En ik heb gewoon een biker short en een topje lekker simpel slippers. En ik moet vanmiddag dus wel werken, dat is kut. Maar ik ga gewoon op tijd naar huis. Ik ga heel snel een koffie zetten. En ja. Nou, ik zit lekker in de auto met mijn schat. Hoi. We zijn onderweg naar Noordwijk, maar we zijn dus lekker voor brug. Isabel! Dat is een boy tegen de vlog. We gaan lekker naar het strand. Hè? Lekker naar het strand met de meiden. Met de meidom. Terrassen met de meiden. Ik hoor niet. Oh, wat lekker jongens. Dankjewel. Hoop je dat mooi weer wordt. Eet smakelijk. Dankjewel. Eet smakelijk. Oh, ik wil deze. Hey, gedurfd hoor. Nou, we hebben lekker de hele dag op het strand gelegen. Dat was heerlijk. Oh nee, die mag er niet op. Ik wil een ijsje. Hebben we lekker gezond. Heerlijk lopen zo. Hey. Willen we een ijsje? Ja, ik heb echt zin in ijs. Ik heb wel zin in waterijs. Ik heb ook heel veel zin. Heel veel zin. Ja, maar daar is het warm. Ja. Gaan ze ijsje halen. En ik moet zo werken. En Ameetje, die gaan me gezellig helpen met bezorgen. Nou, wat leuk. Maar we gaan nu even een ijsje halen. Mister, hoe noem je dat? Secret. Mystery guest. Oké, het is zo zweet zit in mijn hoofd. Het is zo fucking heet. Maar ik zit nu in de auto onderweg naar de apotheek. Want ik ga werken. En Amee gaat me gezellig helpen. Super leuk. Het was super gezellig op het strand. Het was echt fucking leuk. Alleen, ja, het is gewoon niet normaal heet. Ik kan echt niet ademen gewoon. Ik hoop niet dat het echt heel druk is. Want daar heb ik echt geen zin in. Bij mijn werk. Nou, het is inmiddels 9:00. 9:30. Ik ben klaar met werk. Ik ben even omgekleed. Oh. Tim Vlak. En we hebben even bij Isabel gegeten. Ik heb even zo'n pizzaatje op. Om even lekker hamburger gebakken. En we gaan zo gezellig een drankje doen. Yay. Zo, ik zie er echt niet uit. Ik ook niet hoor. Jee. Jij hebt zelf een kopje opgemaakt. Nou, dat ziet er niet uit. Nou. Maar het is echt fucking heet. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is al middag. Het is al 5:00. Het is al 4:30. En het is vandaag zaterdag. Gisteren heb ik gezellig nog een drankje gedaan met vriendinnen. En daarna ben ik gaan slapen. En ik moest eigenlijk vandaag de hele dag werken. Maar het was niet doorgegaan. Want ik moest in de horeca. En het is super slecht weer. Dus ja, het is helemaal niet nodig om extra te werken. Want ik zou voor iemand extra invallen. Ik werk daar namelijk eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb zometeen een verjaardag. En ik ga er gezellig heen met Isabel. En Amee, van een vriend van mij. En ik heb lekker mijn haar gefeund en gekruld en gefliekt. Ik ga wel nog even nepwimpers opdoen. En ik moet nog even een outfit kiezen. En we slapen daar ook, want het is helemaal niet bij ons in de buurt. Dus moet ik ook even mijn slaapspullen pakken. Nou, ik ben helemaal ready. Klaar. Ik heb deze top aan. Van Shein. En deze is heel mooi van achter. En ik heb deze broek aan van de Bershka. En ik doe er nog deze hakken bij aan.
Want deze sneakers heb ik even nodig voor het rijden. En deze. En dan heb ik al mijn spullen. Goedemorgen. Het is zondag. En iedereen slaapt nog. Of ik. Ik heb vast het huis opgeruimd. Dus dat is top. Wat een feestje. Kijk, het is nu dus pas 10 uur geweest. Maar mensen die mij kennen, die weten dat ik altijd alles bij een ander netjes achter wil laten. Dus dat heb ik gedaan. En het is dus super lekker weer. Dus ik ga zo de meiden uit hun bed halen.